Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanmiddag trekken er nog vrij veel wolkenvelden over het land. Af en toe schijnt ook wel even de zon. Verder komen er een paar lichte buitjes in het binnenland voor, maar op de meeste plaatsen is het gewoon wel droog. Als we de satellietfoto in beweging zetten, dan zien we dat die bewolking vanuit het noordwesten over ons land schuift. En er ligt ook een zwakke storing boven de Noordzee eh, klaar. En die gaat in de loop van de avond en komende nacht over ons land trekken. Ah, dat is de storing die hier ligt en dus langzaam richting het zuiden trekt. Dit is het weerbeeld dan van komende nacht. Veel bewolking, af en toe wat lichte regen die gaat vallen. In de loop van de nanacht, tweede helft van de nacht dus, dan krijgen we in het noorden al langzaam weer wat opklaringen. Daar kan de temperatuur dan nog even dalen naar 3 of 4 graden. Maar in het zuiden, waar de bewolking dus overheerst, zal het niet veel kouder worden dan 6 of 7 graden. Nu waait er nog een vrij stevige noordwestenwind. Vannacht neemt die wat af en wordt dan zwak of matig, kracht 2 tot 4. Morgen overdag gaat de wind weer aantrekken, naar matig aan een zee soms vrij krachtig, windkrachten 3 tot 5. Verder vanuit het noorden komt langzaam aan de zonde af en toe bij. In het zuiden kan eerst nog wat lichte regen vallen, die neerslag, trakt, neerslag trekt dan vervolgens weg. Maar dan hebben we in het binnenland nog wel kans op een enkele bui. Het wordt 9 tot 12 graden en daarmee is het nog steeds duidelijk aan de koude kant voor de tijd van het jaar. En daar komt ook na morgen nog geen verandering in. Op zondag en maandag is het aantal buien relatief wat geringer. En de zon schijnt ook iets vaker, maar met nog steeds een vrij stevige wind. En 11 of 12 graden houdt het echt niet over. Dinsdag wordt het zelfs nog wat kouder, dan hooguit 9 of 10 graden. Bij een stevige noordwestenwind trekken er veel buien over het land. En daarbij kan het niet alleen regenen, maar ook nog eens hagelen, en zelfs een klap onweer is mogelijk. En ik sluit zelfs niet uit dat er een vlakje natte sneeuw bij zit. Tussen de buien door is er daarentegen wel weer ruimte voor zonneschijn, en het kunnen echt felle opklaringen zijn. Blijft het dan allemaal zo? Ja, in eerste instantie nog wel. Het koude lenteweer houdt aan tot aan het volgende weekeinde. Middagtemperatuur zo tussen de 10 en 12 graden. Daarna lijkt zich langzaam aan een verbeterende trend af te tekenen. Temperatuur gaat richting bevrijdingsdag wel eens richting de 20 graden. Maar je ziet ook dat is nog met enige onzekerheid omkleed. Dus we houden nog even een slag om de arm. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl